think something new under the sun. You can't take back the... De grootste misvatting volgens mij is dat ondernemers in de streek niet vernieuwend genoeg zijn, dat ze niet genoeg bezig zijn om up-to-date te blijven met de recente inzichten. Maar hier in de praktijk zorgen we ervoor dat we regelmatig bijscholingen volgen, waardoor we kwaliteitsvolle zorg kunnen bieden voor onze patiënten. Dat wij niet innovatief zouden zijn. Om u een voorbeeld te geven, wij zijn bezig met de ontwikkeling van vegan pannenkoeken en pancakes voor de UK-market. Dus dat is toch redelijk innovatief tegenwoordig. Goh, ik denk dat dat dan vooral de realisatie is van ons nieuw waterbufferbekken. Met dat waterbufferbekken vangen wij eigenlijk zowel het regenwater op, als ook ons afvalwater, dat we eigenlijk ook eerst zuiveren. En die hergebruiken we telkens, dus dat is een circulair systeem. En dat toont aan dat je kan ondernemen en tegelijkertijd ook een positieve impact op de streek realiseren. We hebben de strategische beslissing gemaakt om meer groter te worden en de volledige productieketen te gaan bedienen. Dus dat wil zeggen enerzijds met eigen producten gaan produceren, maar anderzijds ook nieuwe leveranciers gaan identificeren en zelf de ontwikkelingsproces gaan doen. Dat zorgt ervoor dat we logistiek een aantal aanpassingen hebben moeten doen en dat we ook nu een nieuwe loods hebben te dadizelen. En zo zorgen we voor de uitbreiding, wat meer producten, meer plaats, logistieke efficiëntie nastreven. Ik denk dat voor ons misschien het feit dat we ons concept hier hebben kunnen neerzetten, het verhaal rond volledig lokaal en volledig korte keten enzovoort, is misschien iets dat makkelijker in grote steden zijn opgang vindt. Dus we zijn wel trots dat we dat hier ook hebben kunnen realiseren en dat we eigenlijk op vandaag kunnen blijven verder groeien met hetgeen dat we bezig zijn. Daarnaast zijn we ook heel trots op het feit dat we ook heel veel samenwerkingen hebben kunnen opzetten met andere collega's. Want op die manier kun je nog veel meer dingen gaan realiseren. Wel, onze kaasmakers moeten we in-house opleiden, want we kunnen geen kaasmakers zomaar van de schoolbanken halen. Die opleiding bestaat spijtig genoeg niet in België. Dus we hebben eigen mensen nodig met gezond verstand. Doorzetters, mensen die willen bijleren. Dus een Flandriaan eigenlijk, dat hebben we nodig. Onze werknemers moeten natuurlijk in eerste instantie zeer gepassioneerd zijn door de fiets. We profileren ons als een zeer sportieve onderneming en winkel. En we willen ook natuurlijk dat onze werknemers dat ook uitstralen en dat ze zeer klantgericht zijn. Op dit moment zijn we nog altijd op zoek naar zeer gepassioneerde fietstechnikers. Werken in de Westhoek is zo leuk omdat je nooit in de file staat, ten eerste. We zijn ook een familiaal bedrijf, we spelen kort op de bal. Als je iets wil verwezenlijken, we doen het direct. Dat is de typische Westhoek-mentaliteit. Niet te vele palaveren, we behinderen. Nou, ik denk dat je geen familiebedrijf van 4 generaties kan uitbouwen zonder het diepste respect en appreciatie van de medewerkers die het bedrijf doen draaien. Iedereen is een belangrijke schakel in het grotere geheel dat het bedrijf Valken Prefabeton is. Wij bouwen letterlijk op en met onze medewerkers. En daarom vinden we het heel belangrijk om echt in te zetten op een heel positieve werkomgeving waar dat iedereen zich kan in thuis voelen.